Oké, 3, 2, 1, start! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, jammer, weet je. Weet je wat? Was wel een goeie, was wel een goeie. Ja, 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 ja. Jullie zijn erbij. Let's go, mees. Ja, ik zie je, man. We moeten even in de privéhokje zitten, want we hebben letterlijk elke plek gehad. Wat kut. We zitten daar met z'n allen, achter de balie. Hey. Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees. Ik ben Rutger en vandaag zijn we in een trampolinepark. En we gaan zo in het donker verstoppertje spelen met... Yeah. Het eerste potje gaan Mees en ik samen zoeken. Jullie allemaal, ze mogen allemaal ergens verstoppen en wij gaan jullie zoeken. Ja, verstopplekken zijn hier in het park en in het restaurant. Je mag alleen niet door gekke deuren. Dus je mag niet naar de privé area's. Dat is het, simpel. Tweede ronde gaan wij ons verstoppen en gaan jullie ons allemaal zoeken. En als je ons al gevonden hebt, mag je stiekem bij ons gaan zitten. Dan gaan we kijken wie hier het laatst overblijft. Het wordt donker. Donker, donker, donker. Timo, rennen. Timo, licht uit. Ja, je moet de licht uit. Run! Nee, shotje. Het ringtje toch ook. Oh, oh. Oh, lampen. Lampen, meneer. Dankjewel. Kom eens even hier. De rest krijgt... Hoeveel lang gaan we doen? 1 minuutje. Nee. Oké, okay, 3 minuten. Omdat het donker is, krijgen ze 3 minuten. Oké, wij gaan daarheen. 3 minuten. Oké, 3, 2, 1, start! Dit wordt echt heel easy. Ja. Ik weet bijna zeker dat het heel easy wordt. De moeilijkste worden Timo en... Vooral Timo. Timo heeft ja, Timo weet het sowieso. Dus, let's go. Jullie gaan zo meteen sowieso alles versneld zien. Ja. Maar... We zetten in op 8 minuutjes. 8 minuutjes. Dus binnen 8 minuten iedereen hebben. En dat is best wel, dat is best wel snel. Een ding. De 3 minuten zijn om en we mogen beginnen. Mees komt eraan. Maar ik ga alvast even een paar dingen checken. Bijvoorbeeld hier achter de toonbank. Nee, niemand. Oké, we gaan even kort het horeca gedeelte eerst doen. Als we het horeca gedeelte hebben gezien, dan gaan we pas naar de trampolines toe. Toch Mees? Dat is de tactiek, hè? Ik denk ja? Dat in deze kamer, ja? Dit is ook zo'n feestding. Dit lijkt dus op een kamer. Waar je niet in kan. Ja, als we hier gewoon zitten daar. Ja, hier in de wijk komen zitten. Ja. Dat is wel leuk. Daar gaan we zo zitten, ja? Ja, cool. Oké. Okay. Allemaal zo licht hier. Nee, hier zit sowieso niet. Oké. Okay. Horeca is gecheckt. We gaan in de zaal in. Let's go! Oké. Okay. Bootje is gewonnen. Nee, daar zit niemand in. Oké. Okay. In de hangmat. Nee, ook niet. Oké. Okay. Nummer 1 hebben. Nummer 1 hebben. Hier. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Tobias. Ah, yes, wel leuk bedacht. Okay. Ik vind het wel origineel. Nummer 2. We hadden afgesproken dat we niet eronder gingen, maar er zitten mensen onder. Dat weet ik 100% zeker. Oké, okay, eerst het hele park afwerken. Ja. Hier zit sowieso niemand, dat heb ik 100% gecheckt. Oké, okay, Rutger, ja. Daarin. Waarin? Is het deze kant weer? Ja. Ja, ja, dat was hier. Hé? Ze zitten er sowieso onder. Ja. Hier, kijk vast. Let's go, Mees. Ja, ik zie iemand. Ja, ik zie iemand. Ja, wie ligt daar? Dat is gauw, die is al goed! Nee, hey, als je opvallig hier kijkt, ik zou hem bijna vliegen. Maar ik hang serieus aan 2 tie-hapjes boven een betonnen vloer. Oh. Kijk eens, ik zat alleen in deze 2 tie-hapjes vast. Ga door naar de airbag. Ja, ik zie je. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jullie zijn erbij. Helaas! Ah, oh, wat zitten ze hier toch leuk! Ik wist wel dat ze zo'n simpele plek zouden hebben. Maar ik dacht, waarom zijn wij nog niet gevonden? Ja, maar wij... ja, omdat ze hier nog niet waren geweest. Weet je wat ik een beetje jammer vind? We zijn slecht, Rutger. Dus het moet hier heel simpel zijn. Oké. Okay. Het moet hier iets simpels zijn. Gaat het nog wel goed, jongens? Ja, we zijn zo druk. Nou, blijkbaar gaat het niet goed. Nee. Nee, want we zijn slecht volgens Tobias. Nee, echt serieus, ik meen het echt. Hoe kan het dat je hem nog niet hebt gezien? Ga je de hele tijd beslaan daar ineens? Ah, Timo! Ja. Daar is Timo! Ik zat al naar boven te kijken! Dat is mijn nieuwe plek, die heeft nog niemand gezien! Wauw! Wow. Oh, hij is al goed! Ja, de boos hadden jullie me nooit gevonden! Nee. Nou, op zich,
Ik weet dat je altijd boven deze dingen zit, dus ik had het 100% daarna uitgecheckt. Oh, weet je hoeveel stof hier ligt? Ja, veel. Vanaf daar. Rutger. Rutger. Ja, ze zitten 100% eronder, dus... Ja. Daarin, bij dat teken. Kom maar, kom maar, kom maar. Go. We gaan daarin. Maak open. Doe het. Ja. Ja, daar zie ik iemand. Lars! No! Yes! Fuck, ben je daar gekomen? Larsje! Larsje! Shit, hé. Hey. Ja, ik dacht dat het Melg was. Die zat daar met zijn telefoon. Dus ik denk, hij schijnt. Dus ik denk, ga naar hem toe. Ja, jammer, weet je. Weet je, was wel een goeie. Was wel een goeie. Nou, hé. Hey. Oké, okay, maar dat lekker, zijn hoeveel? We moeten Teerza nog. Echt? Wessel. En Wessel. Nou, laten we even zoeken dan. Wessel, jongen! Wessel, je kan het! Oké, we moeten nog twee mensen, Teerza en Wessel, als het goed is. En het is echt wel lastig. Ik denk dat we alles ook wel hebben gehad. Maar ze kunnen hieronder zitten, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar we gaan kijken of we ze kunnen vinden. Ja! Zitten ze hier met z'n tweeën? Oh, wat een goede plek. Oh, we hadden Anna nog vergeten, inderdaad. Oh, wat een goede plek. Dit was wel inderdaad echt wel goed. Oh. Dit had ik niet verwacht. Oh, dit is wel echt goed, jongens. Ik zag opeens dat we kijken dan naar de kloppen. Oh, dit is het spel in deze. Maar ja, we moeten er nog eentje hebben, Rutger. En deze Wessel is echt lastig. Wesseltje. Moet toch twee mensen? Wessel, ja, we dachten net Jola dat we nog twee moesten, maar nu moeten we er nog twee. We denken dat ze er toch onder zitten, want we hebben alles boven gecheckt. Ze zitten trouwens echt supergoed. Maar Lars en Melger zaten er ook onder. Toen zagen we niks, maar we hebben niet alles gezien. Dus we gaan er weer onder. Let's go. Ja. Ja, ik heb Wessel ook gevonden. Ja? Wessel, jij bent echt moke goed verstopt. Holy niet shit. Niet normaal. Je goed? Ja. Dit slaat nergens op. Hallo. Oh shit. Oh shit. Holy damn. Hey, ben ik wel de laatste? Wessel, je hebt de... Je bent de laatste, je hebt gewonnen. The last one, boy. Yes, sir. Nice. We gingen net opsplitsen en we hebben iedereen gevonden. Wessel was dus als laatste, maar Joa had ik al gevonden. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat we onder trampolines gingen, maar dat hebben hun dus niet opgepikt. Maar dat maakt niet uit. Nou, hier tussen. Ja, al wel. Kiekeboe. Ja. Afstil best goed plek. Ja, en zonder moet wel je toekijken. We hebben wel twee tips gehad. Ik had ook expres al deze dingen zo ja, gedaan. Ja, dat is slim. Een beetje bescherming wel. Ja, zeker. We hadden twee tips gehad, hier, dus daarom. Ja, ja, dus wel, ik had ook heel veel mensen al aangesproken. Van, ja, hoe lang gaat het nog duren? Ja. Nogmaals, wij gaan daar boven zitten, yes, in die kamer. We gaan op oude plek zitten die we net hadden gezegd. We gaan ze nog één keer zeggen dat het wel een heel het park mag, dus dat ook wel daar zou mogen. Ja. En dan denken ze gewoon dat we hier in het park zitten. Ja. Gaan ze allemaal hier zoeken, ja, maar dan zitten wij daar boven. Oké, okay, jongens, yes, jullie mogen allemaal in de invalide toilet. Allemaal in de invalide toilet. Oké, wij moeten met z'n allen de wc in, zodat zij kunnen verstoppen. Het stinkt echt naar poep, wie heeft die lopen kakken? Wie heeft die lopen kakken? Dat was ik. Oh, je bent zo. We hadden beter naar het invalide toilet kunnen gaan. Geen probleem. We kunnen ook niet gaan zoeken. Ja, ze kunnen niet gaan zoeken. Hey jongens, biertje. Oké, jongens, we gaan naar boven. Ik ga naar binnen en ik schreeuw even iets, zodat ze denken dat we er aankomen. Zullen wij gewoon met z'n een beetje rondje lopen, maar niet kijken? Ja. Wacht, let op. Oké, jongens, we gaan zoeken en iedereen heel stil zijn, want anders weten de rest waar ze zitten. Ja, zouden zij ons ook gewoon hebben gedubbelcrossen? Zouden zij gewoon ook naar buiten zijn gegaan ofzo? Nou, dat is wel moeilijk. Zij staan... Dit is ook gewoon één hele grote groep mensen hier. Jullie zoeken helemaal niet. Nee. Dag wel. Wij zijn hier. We hebben ze al lang gevonden. Dat mocht niet. Ja. Dan moet je erbij gaan zitten. We mochten niet zoeken. Ik zie daar licht van aankomen. Oh, ik vraag me echt af waar ze zitten. Of hier in het hok gewoon. Ja, willen we wel kijken? Yep. Yep. We zeiden net voor de grap dat we niet gingen zoeken. Maar die zijn we allemaal aan het zoeken en die kunnen we ze niet vinden. Ja, nee. Nou, misschien zaten, ik dacht, misschien zaten ze in de auto, dat kan ook. Ze zitten in het park of in een partyroom. Hier, kan ik iemand nog even naar hebben we in alle party, hebben we alle partyrooms gekeken? Ze zitten niet in een partyroom. Wilt iemand nog wellicht? Bro, what the fuck? Ze hebben ongelofelijk, ze hebben zich echt goed verstopt. Maar ze moeten in het park zitten, dat kan ook. Ik heb alleen niet de helemaal rechts. Nee, maar... Ze hebben gefilmd waar ze gingen zitten op deze kamer. Oh! Nee, hey, ja, maar dat is cheating, man. Dat kan niet. Oh. Nee, als we niet hard zeggen, dan weet niemand. Oké, we hebben even een clip teruggekeken. Dus sorry jongens, wij spelen slimmer dan jullie. Okay. Als we je niet vinden, tenminste, misschien vinden we je niet. Ja, maar
Ja. Je bent heel stil. Iedereen zit erbij, sowieso. Hé, hey, we wonen toch met een groep? Ja. Ja, die hele groep die is er al bij. Niet! Onder het dak. Zijn we zo hard gefukt, hoor? We zijn gepleit. Nee. Ze moeten echt in een privéhokje zitten, want we hebben letterlijk elke plek gehad. Wat kut! We zitten daar met z'n allen, achter de balie. Hey! Holy shit! Holy shit! Dit is echt... Goedemiddag, welkom bij Kreeg. We zaten daar in die kamer, maar toen ging het licht aan. We dachten, oh, dit is donker, dit is geweldig. Ging het licht opeens aan, toen hoorden we jullie hier kloot van, oh, we gaan ze niet zoeken. Zou ik zo. Ik wist het al, ik hoorde jullie al. Ik dacht dat jullie me al lang hadden gezien, want ik lag daar heel opzichtig. Toen dachten we, oké, we gaan nog even verplaatsen, want jullie zijn alleen daar geweest. Het is serieus, jullie zijn met z'n tweeën langer verstopt gebleven dan wij met z'n allen volgens mij. Wat ook het grappige was, er stonden hier 8 mensen, stonden zo, oh, waar zitten ze nou? En ik dacht, jongens, je moest bij ons gaan zitten, houd je mond. En opeens Wessel, ja. Maar we waren toch met een groep! Shit. Ze hebben zo hard genaaid! Ja man, ik dacht, what the fuck, ouwe! En zo ziet het eruit als de hal weer verlicht is. Precies! We hebben ongeveer 3 verschillende verstoppertjes gespeeld. En precies. Allemaal waren ze best wel lachen. Zeker. Wel in het donker, dus je kon niet alles het beste zien. Maar het was wel leuk om te doen. Vond je nou een leuk idee? Laat dan sowieso weten waar we het de volgende keer kunnen doen. Vond je de video leuk? Laat dan een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. Yes, en anders checken jullie bij de volgende video. Later!